beetje van die schroeven allemaal. En ik heb het een beetje koud, maar dat geeft niet. Even omkleden. Koud. Het is koud. Het is koud. Weet van niks. Dat is het. Ja, onwijs gaaf. Heel erg gaaf, ja. Beetje nat. En ja, was lekker. Maar wanneer wordt nu bekend gemaakt wat wie zo. Zo. Maar ik wil even dat bord en zo. Een paar dingen. Heb ik al. Een paar dingen van de boot gezeven. Kijk, laten we nou zeggen. Die black dirty, die zou de eerste qua snelheid geweest zijn. Hij zou de eerste hier zijn geweest en hij was het mooiste. Moet je dan alle drie die prijzen? Nee. Dus moet je het gaan verdelen? Probeer dat te verdelen. Ik denk dat we zeker de schoonheidsprijs winnen. Mag je schaambeweging? Voordat we begonnen dan, hè? Niet achteraf, want er is nou niet meer veel van over. Dus. Nee. Ja, en nou het ponton eigenlijk helemaal rommelvrij is, of een paar blikjes na, misschien er dit nog af houtvrij. Dan wil ik zo meteen alle deelnemers vragen zich op het ponton te gaan verzamelen. Publiek langs de kant hier te kijken naar de prijsuitreiking. De snelste, en we hebben daar drie mensen, drie boten voor, die met de drie snelste tijden. De derde plaats, de derde tijd was door Café Avontuur met de 13-13. Nee, dat zijn de winnaars! Arena! Dat zijn de winnaars! Die jury had ik niet graag in de schoenen gestaan, want het was denk ik vreselijk moeilijk. Ik zou drie kandidaten hebben gehad, maar de mensen die dat beslist hebben, die zijn uitgegaan, absolute stilte, van de Black Pearl van Roekeloze Rick! Rick kon ervoor, ja. En ik denk dat ze zich mee hebben laten leiden door die schitterende stoel die aan boord komt. Met dat hele mooie spiegel aan de achterkant van Dordrecht. Privates of the Caribbean! En daar moet je heel zuinig op zijn. Café Effen. Want toen, een paar jaar geleden, heeft hij een bezoek gemaakt. Hij is later erin gekomen. Ik moet je zeggen, jullie hebben er meer dan verdiend. En eigenlijk heeft iedereen er verdiend. Want ik vind jullie, al die zes boten, hebben hier een fantastisch spektakel in die Wolwevenshaven. En daarom vraag ik van iedereen hier aan de kant, van al deze deelnemers, een fantastisch applaus. We staan bouwen vanaf 10 uur vanmorgen. Over 2 jaar duurt die bootrace. Ik hoop dat mijn organisator hier zo naast mij, Philip Elzenveld, ik vind dat hij een welverdiende applaus heeft. Yeah.